De vruchten van het IMF-programma zullen binnenkort geplukt kunnen worden. Dit stelde IMF Executive Director Andriy Roncaglia gisteren tijdens een persconferentie over de 8e IMF-review-missie op het Departement van Financiën. De IMF-topper stelt dat Suriname opmerkelijke prestaties heeft geleverd betreffende het bruto binnenlands product. The country has made significant efforts and simply taking that away now, not maintaining its course, would be very harmful. So my plea here is for the Surinamese population to understand that we're going the right direction. The fruits are about to come, but we need to stay the course. So a few aspects that I'd like to highlight here are very important. First of all, the intense drop in the public debt is something the Surinamese people need to be proud of. It is very difficult to come down from 150% of GDP debt to less than 50% of GDP debt. This is a remarkable achievement. Roncaglia benadrukt verder dat het omlaag brengen van de staatsschuld ook een bijzonder merkwaardige prestatie is. Hij vindt dat Surinamers heel trots daarop mogen zijn. Volgens Roncaglia zullen deze ontwikkelingen niet alleen ondernemers en de overheid, maar ook de burgerij goed doen.